We zijn eigenlijk langer dan 10 jaar aanwezig in voormalig Joegoslavië. We waren een van de eerste vanaf 1992-93 om hier aanwezig te zijn. Eerst in Oost-Slavonië en dan de Baranja. Het is eigenlijk bijna een periode van 20 jaar. We hebben een belangrijke rol gespeeld. Nu wat hier Kosovo betreft, hebben we een bijzonder substantiële bijdrage geleverd aan het vredesproces. We zitten nu in een soort groot stuk stabilisatie. Dus nog niet van pacificatie te spreken. Maar in elk geval is het resultaat goed. En ik denk dat we nu ook kunnen gaan afbouwen. De taak is hier eigenlijk essentieel voor wat Belgische Defensie doet. Militair aanwezig zijn om het terrein vrij te maken voor initiatieven die de burgerij aanbelangen. Dat is politie, dat is justitie en ook het economische weefsel. Ja, wat afbouwen betreft, is daar een timing voor? Ik had eigenlijk al voorzien om vanaf dit jaar af te bouwen van 200 naar 100 aanwezigen. Dat was omwille van een aantal opstoten, van een aantal koortsstoten, niet mogelijk. En ik probeer dat nu, we proberen dat met de internationale gemeenschap nu mogelijk te maken. Alles heeft ook te maken met de houding die, of met de strategie van de Fransen. We zitten hier onder een Franse koepel. Ik heb met mijn collega daarover overlegd. Het is duidelijk dat ook zij proportioneel zullen verminderen. In functie daarvan zullen wij ook verminderen. Het is de algemene strategie ook van de NAVO-aanwezigheid, dat we hier naar een stuk deterrent gaan. En die deterrent is eigenlijk het dissuasieve karakter van een aanwezigheid. Kosovo wilde onafhankelijk zijn, dat is ook door België erkend. Maar nu moeten we een stuk de stok ook durven doorgeven. Veel ligt in de handen van de Kosovaren zelf. Ja, en ligt de toekomst van Kosovo en de rest van de Balkan in Europa en de Europese Unie? Zij willen dat zelf. Het is dus duidelijk dat, of men dat nu graag heeft of niet, dat Kosovo ook een deel uitmaakt van Europa. De vraag is daarmee niet beantwoord of Kosovo een deel van de Unie moet worden, of Kosovo überhaupt een deel van de Unie wil worden. Of Kosovo een deel van tot de NAVO wil toetreden, of ze dat willen. In elk geval behoren ze tot wat je zou kunnen noemen het historische Europa. Veel zaken zijn gerealiseerd door de internationale samenwerking. Nu moeten ze het zelf ook kunnen tonen dat ze het doen. Maar Europa zit wel in de driver's seat, om het zo te zeggen.